is een conferentie in Genève over de ruimtevaart. En er is een Amerikaan, een Rus en een Belg. Die zit een beetje op te scheppen wat ze nou bereikt hebben in de ruimtevaart. Ziet die Rus, hij zei, wij waren wel mooi als eerste in de ruimte. Ach, hoe zit die Amerikaan? Hij zei, dat was toch niks. Hij zei, wij waren als eerste op de maan. Ach, zit die Belg, dat is nog helemaal niks. Hij zei, wij gaan als eerste naar de zon. Zit die Amerikaan naar de zon? Hij zei, man, dat kan toch helemaal niet? Hij zei, als je in de buurt komt, dan smelt je al. Nou, zit die Belg, gaan we toch s'nachts. Dan komt de Belg een uur te laat op zijn werk. Zegt zijn baas, waar kom jij vandaan? Hij zegt, ik heb een uur in de file gestaan. Zit die, was het een lange file? Zit die, wij die niet? Er stond helemaal vooraan. Komt een vrouw met knieklachten bij de dokter. Bij die dokter, ga maar liggen. Die ligt in die stijgbeugel. En die dokter begint te voelen aan die knie en die knie. En die gaat steeds hoger en hoger en hoger en hoger en hoger. En komt op een gegeven moment in die derde oksel. Zegt dat vrouwtje, wat doe je nou? Ja, zegt die dokter, ik ben van artsen zonder grenzen. Komt een vrouw bij de dokter en zegt, dokter, ik wil me ontzettend graag laten steriliseren. Nou mevrouw, dat is niet zomaar, dat is een hele ingreep. Heeft u daar goed over nagedacht? Ja, absoluut, ik wil me echt laten steriliseren. Maar heeft u het met uw man erover gehad? Ja, die is het absoluut met me eens. Maar heeft u misschien ook kinderen? Ja. Heeft u het daarover gehad? Ja, absoluut. En wat zeiden die dan? Nou, 7 waren voor, 8 waren tegen en 12 hebben geen mening. Er is een kunstschilder, wordt geopereerd aan zijn ogen. Nou, succes. Hij kan weer schilderen. Hij denkt, nou, weet je wat, ik ga iets terug doen. Hij gaat naar die chirurg en zegt, zal ik iets terug doen voor u? Hij zegt, ja, wat wil je doen dan? Hij zegt, in uw spreekkamer. Als ik daar nou eens een mooie tekening voor u maak. Nou, hij zegt, doe maar, ga je gang. Nou, hij maakt een prachtig mooi oog. En in de pupil, maakt hij het portret van de chirurg. Nou, hij is klaar. Hij zegt, nou, kom eens kijken. Hij zegt, nou, prachtig, zegt hij. Maar één ding ben ik blij om, zegt hij. Wat dan? Dat ik hier een galop in, zegt hij. Een Belg en een Nederlander, jarenlang vriend geweest, elkaar uit het oog geraakt. Naar een tijd zien ze elkaar in een café zitten. Zegt die Belg tegen die Nederlander, wat doet jij tegenwoordig? Nou, zie die zakje vertellen. Hij zegt, ik heb 1 miljoen gewonnen in de staatsloterij. Pofferdoor, zit die Belg, wat een mazzel. En nu? Hij zegt, ik ben gelijk naar de baas gelopen. Hij zegt, ik heb het hele bureau voor opgegooid. Hij zegt, ik heb hem overal voor uitgescholden. Ik heb hem een schop onder zijn zak gegeven, ik heb ontslag genomen. Nou, zit die Belg, ja, zegt, ik heb toch 1 miljoen. Nou, ze dronken wat, gingen uit elkaar. Ja, daarna komen ze elkaar weer tegen. Zegt op een gegeven moment die Nederlander tegen die Belg, wat doe jij eigenlijk? Nou, zit die zakje vertellen, zit hij. Hij zegt, ik heb 500.000 gewonnen, zit hij, vorige week in de Belgische loterij. Potverdorie, zit hij, hey, je mazzel. En wat doe je tegenwoordig? Nou, zit hij, ik heb eindelijk hetzelfde gedaan. Ben ook naar de baas gegaan, zit hij, ik heb het hele bureau voor opgegooid. Ik heb hem overal voor uitgescholden. Ik heb hem een schub onder zijn zak gegeven. En gezegd dat ik voortaan 30 dagen ga werken. Ga nou maar door. Komt een man bij de dokter, hij zegt, dokter, zegt hij, ik krijg hem niet meer zoals hij moet. Nou, zegt die dokter, laat maar eens even kijken, dus laat de broek maar zakken. Dus die man die laat de broek zakken, zegt die dokter, ik heb het al gezien. Wat dan, dokter? Gevalletje roggebrood. Gevalletje roggebrood, zegt hij, wat is dat dan? Nou, zit hij de hele maand goed roggebrood eten, en eind van de maand, mijn jonge kerel. Nou, zo gezegd, zo gedaan, hij bij die dokter naar buiten, naar de bakker. Hij zegt, bakker, 6 roggebroden. Zegt die bakker, 6 roggebrood. Nou, uw gezin is nogal graag roggebrood. Mijn gezin, zit hij, dat is voor mezelf. Zegt die bakker, donder op, voor je ze alle 6 op, is de helft hard. Hij zegt, dan moet ik er 12 hebben. Ja. De lichte man ligt s'avonds lekker te slapen naast zijn vrouw. En hij gaat van, Tatjana. Tatjana. Oh, Tatjana. Dus de vrouw wordt daar wakker van en scheurt hem en zegt, deze, ik heet helemaal geen Tatjana. Zegt die man, waarom maak je me daar wakker?